De Magische Pet. Er was eens een plaats niet ver van de stad waar Coco leefde. Hij was een slimme, kleine jongen. Coco's vader had een grote hoedenwinkel, precies in het midden van de stad. Alhoewel Coco nog maar een kind was, liet zijn vader hem vaak de winkel runnen als hij afwezig was. Coco was een goede verkoper en hij was goed in rekenen. Hij deed vaak goede verkopen en maakte genoeg winst. Ook Coco's vader bewonderde zijn talenten, maar was vaak ook bezorgd om zijn zoon. Liefste, Coco heeft mij verteld over de winst van vandaag. Hij doet het goed, of niet? Oh, ik zou hem zo graag een succesvolle zakenman zien worden. De jongen heeft zeker talent, Kara. Maar we moeten op zijn groeiende arrogantie gaan letten. Welke arrogantie? Hij is goed in verkoop. Dat is alles. Je moet je niet zo'n zorgen maken. Hallo, Coco. Kan ik een van je bolhoedjes zien? Mijn vader neemt me mee naar een begrafenis. En ik heb niets om bij mijn zwarte pak te dragen. Bah, bolhoedjes zijn voor volwassenen. Waarom koop je geen heksenhoed? En draag je dat naar de begrafenis? Een heksenhoed? Is dat niet een beetje verkeerd? Wat is daar verkeerd aan? Het woord wat je ervoor zoekt is anders, mijn vriend. Het zal zeker anders zijn. Het is een beetje duurder dan de bolhoed, maar dit is wat iedereen draagt tegenwoordig. Het is de nieuwe trend. Het zal je goed staan. Oh, oké dan. Kom, ik laat het je zien. Kijk, vader, ik heb de heksenhoed verkocht. Kijk hoeveel ik verdiend heb. Oh, eindelijk. Die hoed lag al jaren bij ons. Aan wie heb je het verkocht? Ben! Ben? Je vriend Ben? Waarvoor had hij een heksenhoed nodig? Had hij niet. Ik maakte een behoefte. Is dat niet hoe je zaken doet, vader? Door een behoefte te maken? Wacht. Ik heb hier geen goed gevoel bij. Wat heb je gedaan? Hoe heb jij een behoefte gemaakt, terwijl hij er niet één had? Oh, simpel. Ik overtuigde hem de hoed te kopen en het te dragen bij een of andere begrafenis die hij bij ging wonen met zijn vader. Jij hebt wat gedaan? Begrafenissen zijn er om de doden te respecteren, Coco. Je hebt een kleine jongen naar een begrafenis gestuurd met een heksenhoed. Het is een begrafenis, geen verkleedfeestje. Wat maakt het nou uit? Het was een slimme deal. Ik heb er geld aan verdiend. Kijk, dat is €5. Alleen omdat je er wat geld aan hebt overgehouden, betekent niet dat het een slimme deal was, Coco. Je moet nadenken over wat je doet. Wat zou je doen als zijn vader hier zou komen en zijn geld terug zou eisen? Ik vind dat niet eerlijk. Als Bens vader zijn geld terug zou eisen, zouden we meteen nee tegen hem zeggen. Een deal is een deal. Wat Ben met de hoed doet, is zijn probleem nu. Ik dacht dat je blij zou zijn dat ik van die stomme hoed af was. Coco liep kwaad de winkel uit. Hij kon niet begrijpen waarom zijn vader niet blij was. Hij had goede winst gemaakt. Aan de andere kant werd Coco's vader steeds ongeruster over hem. Hij wilde op een of andere manier dat Coco begreep dat je moet nadenken over de gevolgen die men doet. Die nacht zag Coco's vader een vallende ster. Hij sloot zijn ogen en deed een wens over het welzijn van zijn zoon. Hij wilde dat zijn zoon nadacht voordat hij iets deed. De ster hoorde zijn wensen. Die nacht had Coco een droom. Hallo, Coco. Huh? Waar ben ik? Wie ben jij? Ik ben een fee. En ik ben hier om je een cadeau te geven. Een cadeau? Is het vanwege die slimme deal die ik vandaag in de winkel gemaakt heb? Ik wist het! Oké, hier. Dit is een magische pet. Elke keer als je het draagt en weer afdoet, zul je een gouden munt erin vinden. Wauw! Ik zal rijk worden! Maar onthoud, Coco, als je deze pet vaker dan 3 keer gebruikt, dan zul je in ruil voor elke munt een stukje van je lengte verliezen. Dus ik zal korter worden iedere keer dat ik een gouden munt gebruik? Oké, ik zal het onthouden. Gebruik het verstandig. Goedemorgen, Coco. Wat? Ik hoop dat je fijn geslapen hebt. Oh ja, dat deed ik. Het lijkt erop dat je niet meer boos op me bent. Dat is goed. Oh, ik bedoel... Ja, prima. Ik voel me prima. Dank je. Ik had je er niet aan moeten herinneren, lijkt me. Je schreeuwde naar me terwijl het niet eens mijn fout was. Coco, ik hoop dat je ooit begrijpt dat wat ik ook doe of zeg voor je eigen bestwil is. Hoe dan ook, je moeder en ik gaan de stad uit. We zullen vanavond weer terug zijn. Wees braaf, oké? Maar Coco gaf geen antwoord. Ze snappen niet hoe belangrijk het is om je kans te grijpen. Mijn enige doel is om winst te maken met deze petten. Wacht! Mijn magische pet! Waar is mijn magische pet? Coco ging uit zijn bed en keek rond. Plotseling zag hij iets onder zijn kussen. Mijn magische pet! Coco deed de pet enthousiast op zijn hoofd en deed hem af. De pet had een gouden munt erin. Coco was erg blij. Nu zal ik stinkend rijk zijn! Stinkend rijk! Nu laat me dit nog een keer doen. Hij plaatste het snel weer op zijn hoofd en nam hem af. Daar was het. Nog een gouden munt. Coco herinnerde zich erg goed wat de fee tegen hem had gezegd. Als je deze pet vaker dan 3 keer gebruikt, dan zal je voor elke munt een stukje van je lengte verliezen. Dit zal genoeg voor de week zijn, lijkt me. Ik zal het nog een keer gebruiken zodra pa en ma thuis zijn gekomen. Ze zullen zo blij zijn! Coco stopte de pet met zorg in de kast en ging verder met zijn dagelijkse dingen. Hij voelde zich erg gelukkig, maar bleef de hele tijd denken aan de pet in de kast. Het maakte niet uit wat hij deed. Hij kon het niet uit zijn hoofd zetten. Ik zou echt even naar de kapper moeten. Maar ik heb geen geld. En wat moet ik nu doen? Nou, ik kan de pet gebruiken. Maar ik wil wachten op pa en ma. Ze zullen blij zijn om te zien hoeveel geluk hun zoon heeft. Maar wacht, ik ben niet een kind die een tovertrucje laat zien, of wel? Waarom laat ik ze niet gewoon het geld zien? Ja, ik zal de pet nog een keer gebruiken en dan laat ik ze de 3 gouden munten zien. Coco deed wat hij wilde. Hij was erg blij om nu 3 gouden munten in zijn hand te hebben. Maar... alleen 3 gouden munten is niet genoeg. En als je erover nadenkt, ik ben groter dan mijn vrienden. Misschien is een stukje kleiner worden niet zo heel erg. En dat is wat er gebeurde. Coco vond nog een munt en werd een stukje kleiner in ruil. Kijk, dat is niet veel om kwijt te raken. Niemand zal er ooit achter komen dat ik een stukje kleiner ben. Nou, 1, 2, 3 en 4. Ik ben er nog niet blij mee. Het zou er stom uitzien dat ik slechts 4 munten aan mijn ouders geef. Als ik mijn lengte verlies, dan moet ik er minstens een fortuin aan overhouden. En ook, ik ben erg jong. Ik heb nog veel tijd om weer te gaan groeien. Ik moet het beste uit deze deal halen. Zonder na te denken over wat er kon gebeuren, ging Coco door met geld uit de pet te halen. En al snel lag er een berg goud op de grond. Woehoe! Kijk dat eens! Dat is nu eens een goede deal. Ik zal mijn lengte teruggroeien in een paar maanden en nog steeds rijk zijn. Nu kan ik rustig weer gaan slapen. Maar Coco had zich één ding niet gerealiseerd. Huh? Oh nee! Het had Coco jaren gekost om lang te worden. En hij had het binnen een paar minuten omgeruild. Wacht! Dat betekent dat ik mijn lengte pas over een paar jaar terugkrijg? Oh nee! Oh nee! Wat moet ik nu doen om mijn lengte terug te krijgen? Ik kan niks doen. Ik kan niet in mijn bed. Ik kan niet bij het keukenaanrecht om koekjes te pakken. Ik kan niet eens naar de winkel. Nee! Coco pakte snel de pet uit de kast en schudde het hard. Hij was bang om het op zijn hoofd te doen. Dus pakte hij de gouden munten die op de grond lagen en probeerde het terug de pet in te doen. Neem het. Neem al je geld terug. Neem je goud. Maak me weer groot. Alsjeblieft, doe iets. Jij stomme pet. Coco duwde de munten zo hard dat de pet kapot scheurde. Nee! Wat moet ik nu doen? Na een paar minuten te hebben gehuild, viel Coco in slaap en had nog een droom. Coco, waar ben je? Ik ben hier. Kijk omlaag. Oh jee. Wat heb je gedaan? Ik heb je gezegd om het niet te... Ik weet het, maar ik wilde alleen een slimme deal maken. Ik dacht dat een stukje van mijn lengte verliezen voor een gouden munt de beste manier was om rijk te worden. Coco, een slimme deal maken betekent niet altijd de makkelijke weg kiezen. Je moet nadenken voordat je iets doet. Je moet nadenken over de uitkomst van je acties. Vertel me nu. Ziet het eruit als een slimme deal voor jou? Nee, helemaal niet. Het voelt onverantwoord en stom van me om een lengte in te ruilen. Precies. Als je er toen aan had gedacht, dan had je het juiste pad gekozen. Ik weet het. Ik had mijn fout moeten inzien. Nu, vertel me. Wat wil je dat ik doe? Ik kan de pet terugnemen en dan zul je weer zo groot zijn als je was. Er zal niks veranderen. Of je kan het goud houden en jaren wachten totdat je weer normaal bent. Nee, in geen geval. Neem de pet en al je goud terug en maak me weer zo groot als ik was. Niks hoeft te veranderen. We hebben een winkel en ik zit nog steeds op school. Ik zal mijn goud verdienen en ik weet dat mijn ouders gelukkig zullen zijn. Dat is een goede keuze, Coco. Hoppa, gedaan. Toen Coco wakker werd, lag hij op de vloer. Toen hij op ging staan, realiseerde hij zich dat hij zijn oude grote lengte terug had. En toen ging de deurbel. Hij rende om open te doen. Oh, hoe lang waren we nu weg? Het spijt me, papa. Ik begrijp het nu. Je had gelijk. Alleen omdat het makkelijk klinkt, betekent het niet dat het een goede deal is. Ik zal altijd denken aan de gevolgen van mijn handelingen. Oh, heb je dat zelf gerealiseerd? Misschien moet ik je maar vaker alleen laten vanaf nu. Nee, nooit. Coco greep zijn vader erg vast en beloofde nooit meer te handelen zonder na te denken over de gevolgen. Het einde.